Luisteren we even aandachtig naar de nu volgende tekst. Bij Nieuwpoort moest de Seeking-helikopter van de luchtmacht 2 drengelingen uit zee redden. Op zo'n moment vraag je je toch af, wie maakt in godsnaam die teksten? En dan die inleiding over de Europese beurzen. De beleggers blijven blijkbaar pessimistisch. Oeh, en daarin... Mark. Oeh. De beleggers blijven blijkbaar... Dat is mooi, de alliteratie. Het is mooi, maar... Wie moet het doen? Het is Bavo. Bavo Klaas. Professioneel genoeg. Bavo. Bavo is ook een mens. Die heeft problemen thuis. Hè? Ja? Die zit een heel andere dingen in zijn hoofd. Hè? Ja, maar ik laat het staan. Volgens mij kan ik laat het staan. Loop mis. De Europese beurzen hebben vandaag opnieuw fors verlies opgetekend. De beleggers blijven blijkbaar... Oh, Bavo. Ik had het gezegd. Dat is niet moeilijk. De beleggers blijven blijkbaar. Ja. En dan kop onder. Je mag gewoon geen allocatie meer nationaal stellen. Dat is toch mogelijk? Mijn economische achteruit. Ja, dat is uw schuld. Ja, dat is een beetje uw schuld. En het werd een bijzonder tumultueus proces. Tumultueus. Lukt nooit. Dat kan niet. En hij kent dat niet ook, denk ik. Ik wil er wel tumultueus van maken. Dat bestaat niet. Nee, maar bedoel, de kijker gaat het niet horen en hij... Gaat niet zien. Tumultueus. Tumultueus is een goed idee. Dus tumultueus proces. Punt. Voor het gerechtshof was een duizendtal manifestanten samengetroept en het werd een bijzonder tumultueus proces. Hij heeft niks gemerkt. Thuis hebben ze niks gemerkt. Nee. Alles oké. Okay. Prachtig bericht. Dankzij u. Graag gedaan, man. Mark, wat betreft de headlines op het einde, het bericht over Gela van de Caveille. Wat hebt u het liefst? Kwetsuur of wonden? Wonden. Nee, kwetsuur of wonden? Nee, hij wil blessure. Oh. Ik had graag kwetsuur of... Oké, ja, zeker. Blessure. Ja, kom in orde. Succes. Hij zal blessure krijgen, zeg. Dat wordt een ramp, hè. Zo, en daarmee ronden we af. Belangrijk in dit nieuws is de blessure... De blessure van de boodschap. Zelf aan de kant. Heeft ze een nekwerk opgebroken. Het bericht over tobak. Ja. De SP-kamerlijst voor Leuven. Ja. Als ik daar iets van maak, CVP-kamerlijst voor Leuven. Gewoon om Bavo scherp te houden. Ja, dat is eigenlijk... Ja, maar ik doe het. Ja. Ik ben bezig, hè? Nee, doe het. Ik kan ermee lachen. Zit erin? Ja, dat is goed. Ja. Wat zit erin? Oké. Louis Tobak wordt lijsttrekker voor de SP bij de komende senaatsverkiezingen. Vorig jaar nam Tobak ontslag als minister van Binnenlandse Zaken na de dood van de Nigeriaanse asielzoekster Semira Adamu. De SP-kamer... Ja! Ja. Ja. Dat is niet meer scherp, hè? Nee, dat is niet meer jong. Ja, serieus probleem hier dan, hè. Er is een sneeuwlawine ergens in het hoge noorden en het dorp heet... Amai. Ik kan niet lezen, hè. Kanjik. Als hij dat ziet staan, kan zijn dat hij daar kontig kazerne van maakt. Kunnen we dat wel maken? Steek het erin. Steek het erin. Kan, je schrijft kan. Ja, maar dat is hopeloos. Dat is hopeloos. Je kunt moeilijk schrijven Finland, hè? Ja. Ja, maar kan gie... Q is u al. Dat zeg ik, mannen, dat is niet, dat is... Zet het erin, jongens, we zullen wel zien. Hoop van zegen, hoor. Punt. Beter nog de Inuit-gemeenschap, de sneeuwlawine in Kanjiksho anno Joak. Ja! Ja!